kunnen al beginnen met de shallotjes en de champignonnetjes aan te stoven. En dan de champignonnetjes erbij doen. En als de champignonnetjes helemaal gaar zijn, dan mogen we het blussen met een beetje wijn of sherry. En dan laten we het eventjes inkoken totdat de helft van het vocht ongeveer verdampt of ingekookt is. En dan gaan we er nog een beetje kidneybonen bij doen ook. Gewoon uit blik, goed afgespoeld. Als het mengsel afgekoeld is, doe het gewoon in een kom. Pureren met de pureestamper, nog een beetje paneermeel erbij, een beetje bloem erbij. Een beetje insmeren met olijfolie en gewoon op de barbecue. Dat gaat super lekker zijn. Veggie barbecue, het klinkt misschien wat vreemd, maar de mensen van VZW Eva tonen dat het kan. We eten met z'n allen te veel vlees. Dus met Eva willen we zeker de vleesconsumptie verminderen. Donderdag Veggiedag is daar een heel laagdrempelige actie voor. Dus als we allemaal één dag per week geen vlees eten, maakt het al een heel groot verschil. En met de Nationale Veggie Barbecue Dag willen we inderdaad ook eens aantonen van ja, barbecue hoeft niet met vlees, het kan ook met andere dingen. En het is minstens even lekker. Geen zin om zelf te grillen, dan kan je ook altijd aanschuiven bij de barbecue van een lokale Eva-groep in je buurt.